Wow. Weet ik nog hoe dit moet? Dat is de vraag. Is Teske vergeten hoe ze tegen een camera moet praten? Ja, wellicht. Het is even geleden. Maar hallo. Hallo. Hey, mooie mensen. Laten we bijpraten over belangrijke zaken. De kruidnoten liggen weer in de winkel. En dat maakt me blij. Het feit dat het weer met bakken uit de hemel komt vallen, maakt me minder blij. Ik vind niks zo deprimerend als regen. Maar ik woon in Nederland, dus ik zal toch een beetje moeten werken aan mijn acceptatie daarvan. Mocht je het gemist hebben, ik heb weer muziek uitgebracht. Na zo lang. Oh man, je kan je niet voorstellen hoe ongeduldig ik hiervoor was. En vooral omdat ik nog nooit zo blij ben geweest met wat ik heb gemaakt. Mocht je het nog niet gehoord hebben, ga het misschien even kijken slash luisteren op Spotify of YouTube. Er zijn clip online. Het is wat anders. Maar ik was eraan toe. Ik was toe aan iets compleet anders. Kleine meisjes worden groot. Misschien is dat het goede om te zeggen. Ik bracht op 7 september Wilderness uit. En dat is de eerste single van mijn aankomende album. Dat komt in november. Ja mensen, het komt in november. Maar niet voordat er trouwens nog een tweede single komt. Wat een soort van het vervolg is op de clip van Wildernis. Maar is het wel een vervolg? Misschien is het wel een prequel. Nobody knows. Het is een mysterie. Maar goed, Wildernis. Het was een liedje waar ik mee naar huis ging na de eerste dag dat we eraan hadden gewerkt. Waarvan ik dacht van, what the fuck hebben we gemaakt? Is dit... Ik ben dit volgens mij. Ik ben dit liedje. En ik wist dat sommige mensen gingen denken van, ah, dit is niet oesters en champagne. En dit is niet rewritten. En dat weet ik, dat is het ook niet. Maar dat was ook niet mijn plan. En de clip was een beetje hetzelfde verhaal. De clip van Wildernis was een clip waarvan, ja, kennissen en familieleden die iets ouder zijn, zeiden, oh, beetje vaag en eng en deprimerend. Maar goed, wie zegt dat deprimerend niet de goal was van die videoclip? Er waren ook heel veel mensen die het wel voelden. En ik wil jullie daarvoor bedanken. Ik heb het al heel veel gezegd online, vooral op social media. Ik ben hier wat minder actief, maar ik ben natuurlijk heel actief op Instagram en Twitter. Maar dank je wel als je iets van feedback hebt achtergelaten. En dat maakt ook niet uit als je hebt gezegd van, hé, dit is wat minder mijn ding, maar chill, weet je. Ik wilde zo graag met dit liedje en met deze clip en ook met de volgende clip dat mensen iets zouden voelen. Maakt niet uit of ze het vet zouden vinden of helemaal niet vet. Maar het leek me tof om iets te maken wat gewoon een emotie losmaakt. Ik zag dat een aantal van jullie vroegen in de comments meer uitleg over waar het nou precies over gaat. Ik denk dat ik dat bewaar voor mijn Making the Album video. Ik heb tijdens het proces van het maken van dit album best wel veel gefilmd. Gewoon op mijn iPhone en gewoon vanuit een heel lelijk standpunt dat ik zit in te zingen. Maar ik kan daardoor wel wat meer vertellen over de liedjes en wat ze voor mij betekenen. Maar dat ga ik natuurlijk pas doen als het album uit is. Dus dat komt nog. Maar ik heb wel hele leuke theorieën gelezen over de clip en over het liedje. Het is ook wel grappig, want het liedje en de clip hebben wat met elkaar te maken, maar toch ook weer niet helemaal. Er zitten in het liedje, eigenlijk in de tekst, best wel veel referenties die niet terugkomen in de clip. Mijn intentie met het liedje was bijvoorbeeld helemaal niet om te schrijven over dat wij soort van bevangen zijn door technologie. Maar dat is wel uiteindelijk in de clip naar voren gekomen en daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar het is grappig hoe dat groeit naarmate je meer maakt rondom zo'n liedje. En na die clipshoot was ik er zo aan gewend dat ik een pony had en een boblijn, dat ik dacht, ach, waarom knip ik mijn haar niet gewoon zo? Niet platina blond, want dat zou mijn haar echt compleet verneuken. Maar donker kon wel. Ik ben er zo blij mee. Als je mij alleen op YouTube volgt, dan denk je misschien, waar is Teske precies mee bezig? Ligt ze elke dag in bed een domme influencer te zijn? I wish. Los van het influencer gedeelte, ik wil echt nooit meer beschreven worden met dat woord. Ik moet echt een beetje kotsen van het woord influencer. Maar dat is gewoon een soort van strijd die ik heb met mezelf. Koek, koek. Nee, ik ben de afgelopen weken gewoon dagelijks in de studio geweest. Om de laatste dingen af te ronden. En als ik niet in de studio was, dan was ik wel dingen aan het plannen voor een tour die er weer aankomt. En natuurlijk voor de clips. En er is zelfs alweer een nieuwe clip geschoten in de tussentijd. Dus ik heb er nu 2 voor jullie klaar liggen. En ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik mijn plaatje heb gevonden in de wereld. En dat ligt in de muziek. En ik word daar zo fucking gelukkig van. Ik ben echt heel erg blij op het moment. En ik ben de afgelopen jaren niet zo heel blij geweest. Dus dat voelt eigenlijk wel heel lekker. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen. Ik wilde jullie updaten over dit. En ik wilde jullie vertellen dat ik op vakantie een soort van sfeervideo heb gemaakt.
Die heb ik geëdit en die ga ik ook nog online zetten. Ik weet nog niet precies wanneer, maar die komt eraan. Ik heb hem zo heel retro geëdit met hele mooie, chille muziek eronder. Dus dan kan je dat kijken als je een keertje een momentje voor jezelf hebt. Ja, ik hoop gewoon dat jullie 12 oktober in je agenda hebben staan. En daarna nog een nader te onthullen datum voor het album. Zo mooi. Ja, oké. Doei. Love you.